Wie zich van over de rivier naar de oudste stad des lands begeven, die krijgen allereerst in het vizier de monumentale toren van Sint Steven. De Stevenskerk is een van de oudste gebouwen van de stad. En zoveel hebben we er niet. Dus echt de moeite waard om daar zorgzaam mee om te gaan. Niet met het gebouw zomaar, maar met name omdat er zoveel mensen in kunnen om te vieren, te feesten of soms verdrietig te zijn. De Stevenskerk kent een bewogen geschiedenis. In 1273 werd de kerk gewijd door de Keulse bisschop Albertus Magnus. Daarna volgden woelige tijden, onder andere in 1580, toen de kerk werd getroffen door een beeldenstorm. Een belangrijk voorbeeld daarvan, van wat daar gebeurde, zie je hier aan dit portaal, waar van alle beelden de hoven zijn afgeslagen. Voor het onderhoud van de kerk en het vertellen van alle belangrijke verhalen uit haar geschiedenis hebben we uw hulp nodig. De architectuur van de kerk is ook prachtig. Er komt heel veel licht binnen. Ik vind het een vrolijke kerk. Het is geen sombere, donkere kerk. Je wordt er vrolijk van als je binnen staat. En dat horen wij heel veel mensen zeggen. En daar zijn we trots op. Als ik de Waalbrug overrijd naar huis, dan zie ik de Stevenskerk en dan ben ik helemaal thuis. Op dit moment worden de toren en de kerk gerestaureerd. Na de restauratie heb je het jaarlijks onderhoud. De bijdrage vanuit de Rijk die zullen minder worden. Dat betekent dat de bijdrage vanuit de vrienden, de steveniers, de donateurs voor ons erg belangrijk zijn om daarmee de instandhouding en dat jaarlijks terugkerende onderhoud van de kerk te kunnen doen. Ja, hier zien we eigenlijk de noodzakelijkheid of de urgentie van de restauratie. En dat is het afbrokkelen van een natuursteen, tufsteen. En die tufsteen die valt naar beneden en geeft schade. Dus we zijn volop bezig met de restauratie. Daarnaast gaan we aan de slag met het leiwerk, het loodwerk, het glas- en loodwerk, het inboeten van metselwerk, voegwerk. Het is enorm belangrijk dat dit beeldbepalend gebouw, dat die goed onderhouden wordt en dat die weer doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Van de Romeinen is wel wat gebleven. Van de Bataven echter geen spoor. De keizerlijke burcht ging vrijwel teloor. Vier staat er nog, onze Sint Steven.